Vanaf de start af aan is het bier de deur uitgevlogen, letterlijk en figuurlijk. En we beginnen nu gelukkig een beetje in een wat rustigere fase te komen, waarbij we het allemaal organisatorisch wat kunnen bijbenen ook. Dus dat is prettig. Maar ja, je kon hier eigenlijk geen betere opening wensen. Hoe verklaar je dat succes? Mensen willen lokaal. Dit is natuurlijk een mooi product. Bier is hot. We maken allemaal lekkere bieren, lokale bieren, met lokale ingrediënten zoveel mogelijk. Ja, en mensen staan daarvoor open, willen wat anders. Dus ja, ik denk dat dat de sleutel tot succes is. Welke reacties krijgen jullie eigenlijk allemaal vanuit bijvoorbeeld Winterswijk op jullie initiatief? Nou, heel erg positief eigenlijk alleen maar. Je kunt op Untappd kijken of mensen onze bieren lekker vinden. Dat is natuurlijk zoveel smaken, zoveel meningen. Ja, het heeft een mooie uitstraling. Het is een mooi product. Mensen vinden het echt fantastisch. En mensen vinden het heel erg leuk dat Winterswijk op de kaart wordt gezet. Want dat gebeurt hiermee? Dat gebeurt hier zeker mee, ja. Wat wel aardig is dat, we hebben recentelijk de officiële opening gehad. Toen is de burgemeester geweest. En die vond het zo leuk dat hij een week later hier zat met BNW te vergaderen. Maar had hij de BNW uit Aalte uitgenodigd. Dus, en die hebben ze bij ons in het proeflokaal hebben ze 2 uur zitten vergaderen. Nou ja, dat is toch wel een mooi compliment. En een ondernemer zou dan geen ondernemer zijn als er niet al over uitbreiding wordt gesproken? Zo is het. We gaan uitbreiden. De bieren kunnen we kwijt. Mensen willen het hebben. Dus we gaan 3 nieuwe tanks aanschaffen. 2000 liter. Wat je hier ziet staan is 1000 liter per stuk. We gaan nu er 3 van 2000 bij zetten. En daarmee zetten we de brouwzaal goed vol. Dus we gaan naar 110, 120.000 liter op jaarbasis. Met obligaties willen jullie nieuwe ambassadeurs zoeken. Wat is precies daar het verhaal achter? We willen geld ophalen om die nieuwe tanks te financieren. Dat is heel erg belangrijk. We willen dus fondsen werven. We willen daarmee mensen eigenlijk enthousiasmeren voor ons bier. En dat uitgeven via hun naar vrienden en kennissen. Zodat ons steeds meer bekend worden. Maar goed, we zijn ook op zoek naar meer afzetmarkt. Naar horeca met name ook. En slijterijen. Dus wat dat betreft is iedereen welkom. En daar zijn we ook actief naar op zoek en aan het werven. Dus het is tweeledig. Geld ophalen voor tanks. Maar vooral ook enthousiasmeren voor Wenters en ons product verder uitdragen.